Het was in de eerste helft van de jaren 50. De tramruit was juist opgebroken. Al die eikenbomen langs de Beringse Stiebig waren gekapt en in plankjes gezaagd. Het zag er kaal en leeg uit. Het ziet er nog altijd kaal en leeg uit. 60 jaar later. Ze hebben het toen elegant verinnerweerd. Het is nog altijd zo. Ik reed met onze pa mee, van achter op het stulke was in de vlo, naar Naan van Moenske, aan de Katermeer. Daar moet je afdrijden op de Vijntaan, aan de linkse kant, zo wat lieger, lang en lang, lieg boerderij, in de lommer van een hele grote kastanjeboom. De deur stond open en we gingen binnen. Naan zat in zijn zetel, langs de Leuvense stoof, Stumke was een sigaret in zijn mond. De kat zat in het midden van de tuffel. En de tuffel stond tegen de venster. En die lag en stond heel gans vol. Zatte, gezette, skeers diep en borstels, zijn skaars, toewaak, leeg glazen en zo van alles. De vliegen gaan geen plek meer verdaald te gaan op de tuffel. Zo vol stond ze. Dat is ze, Jeff, we zijn een zoon. Wist merken, je zit precies groot geworden sinds de laatste keer. Zet ik maar voor de tuffel. Op een stoel, manneke. Ik ging op een stoel zitten. Een gewone hotere stoel. En dan hong zo een donkere blauwe handdoek erop met een nek. En een begost. Met zo'n tondeusje met de hand. Knip, knip, knip langs mijn koppenboog en zo langs mijn oren naar boven. En evenaan dat hem hoger en hoger knipte, ging ik hoger en hoger op mijn stoel. Het was bekend of mijn haar spierke voor spierke met de hand aan dat trekken was. In een plek van zacht te snijden. Wat is het, manneke? Blijf maar zitten, want anders kan ik ze niet gesneden krijgen. Je doet het gelijk, want je zet ze voor de voet aan dat trekken. Maar als er dan nog een toefje bovenop de kop bleef staan, dan scherde hem uit. Hij peek een grap zijn skaars en skrapte over mijn nek, juist of een poeten aan het schrappen was. En het laatste spierke er zeker af moest. Het was juist of mijn nek in brand stond. En dan ging Jeff met zijn zoon op huis af, spik en span tegen buiten kermis.